Nou vraag ik om een technicus en nou sturen ze een dildo. Hallo. Hallo. Wat ben je nou? Ik ben Gerrit, de uitzendkracht. Nee, je bent Gerrit de dildo, hè? Nou, scherm omhoog, Gerrit, dan gaan we beginnen. Hallo, Gerrit. Ja? Wat ben je nou aan het doen? Ja, ik krijg dat scherm niet omhoog. Nee. Nou, Gerrit, jij krijgt wel meer niet omhoog, hè? Jongen, jongen, jongen. Gerrit, aftekenen en zaag er maar een gat in, man. Kom nou. Wat een sjempeltje. Ja, daar ergens, Gerrit, schiet ook, man. Oh, meneer, mag ik misschien even mijn punt slijpen? Nou, zagen, Gerrit. Zie je op. Wat een grafavondje. Hallo, Gerrit. Wat ben je nou aan het doen? Zagen? Is dit zagen? Ja, dit is behoorlijk zagen, ja. Gerrit, als jij je klauwen nou eens liet wapperen, joh. Ja, wacht eens even, daar sta ik wel heel erg voor gek. Ja, heb je wel eens met een roodpuntmutsje op in een groen weiland gestaan... met 40 dode muizen om je heen, 2 bloedende kruisen in je klauwen... tompoesie en melkomkommer in je reet met vuurwerk erin? Nee. Dan sta je voor lul. Joh, hoor even die zagen. Nou. Ik ken zo echt niet goed. Speciaal geschreven. Sterren straalden overal, maar in het Luxor bovenal. De absolute wereldtop ging hier af en kwam hier op. Acrobaten en komieken, tovenaars en travestieten, helden, edelen en Turken, hoeren, jonkvrouwen en schurken, muzikanten, kroegbazinnen, koningen en koninginnen, virtuozen en vedetten, chansonniers en showballetten. De groten van het Witte Doek uit Berlijn en Hollywood. De hele wereld van vermaak kwam in het Luxor voor de draad. En maakte het tot wat het was, het showbizhart van Rotterdam. Yes.
steeds iets mis met het brandscherm, dan krijgen we niets omhoog. Oh, dit krijgen we namelijk niet omhoog. Dus nou is het zo. Wacht even, dat ik dus. Godschoneren, wacht even hoor. Jezus. Nee, het is. Jezus. Nee, ik weet nou niet hoe dit ding werkt ook. Dat is ja. Nee, want het is zo, we krijgen het nog niet omhoog. En toen zeggen de jongens hier van de techniek, ga dan maar even in dat ding staan en doe even iets door het gat. Ja, nou ja, ik wil even door het gat doen, maar oh god. Ja, ik vind, ja, en wat ik dan ook zo lullig vind, dan krijg je toch weer het imago dat je dus altijd maar aan het stuntelen bent en zo. Maar ja, ik kan, moet er ook een beetje. Weet je, wat zo, ja. Dat is toch ook lullig aan dit. Weet je wel. Hey, Frits, hoe krijg ik dat nou uit? Hoe krijg ik dat nou dat het stopt als ik eenmaal omhoog ga? Wat moet ik dan? Oh, dan moet ik gewoon loslaten. Oh, wacht. Oh, ja, is logisch ook. Oh ja, nou zie ik het. Oh, god. Oh, wacht weer. Ja, ik heb er één keer. Is dit een beetje de goede hoogte? Nee, oh, het is namelijk zo. Ja, ik vind het. Nou ja, nou, het is namelijk zo. Het is hier ontzettende gammele bende. Dat weet dus niemand. Maar ja, je hoort echt. De ratten lopen hier beneden rond. Echt waar. Het is echt waar. Maxi heeft net. Of Mini heeft net een stortbak op zijn kop gekregen. Je zag het net. Maar Maxi liep tegen een stortbak aan. En het is allemaal. Waar is dit knopje trouwens voor? Ja, dit is, oh, wacht even. Christus. Ja. God, leren, ja. Dan weet ik ook weer niet hoe je terug moet, hè. Dat is ook zo. Ja, ik vind het zo van zeik, joh. Ja, maar het ergste is nog dat ik heb een hele act voorbereid. Want ik heb hier het hele Rotterdams Matrozenkoor heb ik staan, weet je wel. Want we zouden, de habanera zouden wij gaan doen van. Godscholeren, ik vind het echt. Nou, wacht even. Ja, jongen, dit is toch te gek ook eigenlijk ook. Ik vind het zo. Kan hij nog weer. Wacht even hoor, hebben we het nou, als het goed is, gaat het zo. Nou, als het, wacht even hoor, ja, nee, nou gaat hij heel goed. Nou heb ik hem. Wacht even, nou gaat hij goed. Nou ja, wat? Wacht, nou, ik vind, nou, als het goed. Dus er wordt hier aan gewerkt dat er dus het scherm zo meteen open gaat. Dan heb ik een waanzinnige act. Ik ga, nou, dat zeg ik, de habanera ga ik zingen. Met hier het hele. Wat? Ja, ga maar even naar de wc. Nee, het is toch nog niet open. Ja, die jongens staan allemaal in die korte broekjes, weet je, met dit weer en dan. Ja, jongens, oké. Okay. Ga maar even, ja. Oké, gaan we even. Ja, nee, maar ik ga dus. En dus met het koor of met het orkest hebben we de hele habanera hebben we ingestudeerd. Ik dus als soliste. Is heb jij net zo'n korapelle, papa, fibupiep. Weet je, dat soort onzin. Maar ja, wat? Wat? Wacht even, sorry. Heel even, sorry. Wacht even, sorry. Hoe? Ja. Ja, wat? Nee, dat begrijp ik, ja. Nee, dat begrijp ik. Ja, nee, het is uw schuld ook niet. Nee, dat begrijp ik. Ja, nee. Nee, dat begrijp ik ook wel. Ja, ik bedoel, nee, ja. Nee, ja, ik ben snabbel, dat snap ik ook wel. Vreulige Weihnachten. Nee, die jongens moeten weer naar perron 0 en die moeten daar gaan zingen. Nou ja, dat is ook wel. Ik vind het wel jammer. Ik vind het. Ja, van, ja, het leger is hel. Nee, dat snap ik. Nee, het is uw schuld niet. Nee, gaat u maar. Neemt u ze maar mee. Nee, dat, ik wist dat u had een snabbel nog inderdaad tussendoor. Dat begrijp ik ook wel. Nee, ja, oh god, nou ja, wat? Ja, nee, ik bedoel, ja, nou ja. Nou, ik vind het jammer. Nee, gaat niet door. Want ik zou echt hele mooie dingen, leuke dingen gaan doen. Maar als die mensen weg moeten. Ja, ik vind het. Nou ja, nou, het kan ik dan. Ja. Nee, anders doen we het zo. Nee, wacht, dan doen we het zo. Dan doe ik wel. Dan doe ik. Ik heb nog een heel leuk solo-nummer. Dat is misschien. Dan kan ik dat wel even. Ja, dat is wel. Ik heb een heel leuk solo-nummer. Dat heb ik. Ja, nee, dat is ontzettend leuk. Nee, ga maar, jongens. Dit is echt. Kan wel in mijn eentje. Maar nee, het is ontzettend. Dat is, heb ik geschreven toen ik 6 was. Wat? Toen ik 6. Wat? Oh. Het scherm gaat nu. Het gaat allemaal heel goed. Het scherm kan nu omhoog. En mijn tijd is om. Dat is heel jammer. Heel jammer. Nou ja, jongens, nou ja, dan kan ik niks anders doen dan, zeg maar, ja, nou ja, ik bedoel, ik kan niks anders doen dan de rest van de avond bij deze voor geopend te verklaren. Ik vind het heel jammer. Ik vind het heel jammer. Nee, Mien, luister nou eens. Mien, luister nou eens naar mij. Jezus, wat een lucht, ben jij dat? Ik gooi even een raampje open. Wacht even, ik gooi even een raampje open. Blijf even staan, lieverd. Ik ben er zo bij. We moeten eens even met elkaar praten, want dit gaat niet goed. He? Moet je luisteren, lieverd. Dit is nou al de derde keer dat je zakt voor je groot rijbewijs. He? Ja. En verdomme, dat afrijden gaat goed. En het is iedere keer die theorie. Ja. Ik bedoel, dit gaat me echt te veel in de papieren lopen. Ik kan je toch niet alles voor blijven kouwen? En als dat nou het enigste was, dan zag ik er nog wel overheen. Maar dat huishouden, Mien, Jezus. Je laat alles lopen.
He? Je hebt mijn gazon uit de kloten geholpen. Bedoelen, we wonen hier nou 3 maanden. Ik zit met 42 vierkante meter verzuurde vloerbedekking. Ik zit met een mest overschot waar ik niet meer overheen kan kijken. En iedere jacht valt alweer een milieuheffing in de bus. Ja, 1 lichtpuntje, lieverd. Seksueel gaat het... Fantastisch. Je hebt nog steeds een wereldlijf. Je hebt een paar prachtige poten. Je hebt een tiet, daar ben ik helemaal wezenloos van. En je hebt een muts. En dan ga ik even heel open met je zijn, lieverd. Ja, schrik er maar niet van. Daar neem ik mijn pet voor af. Hè? Precies. En toch heb ik een klein beetje het idee dat het niet zo lekker met ons wil boteren, lieverd. Hè? En daarom heb ik gedacht om maar eens wat professionele hulp in te roepen. Ik heb contact gezocht, en daar moet je niet gaan schrikken, lieverd, met een soort psychiater. Ja? Die man die beent je helemaal uit. Die haalt je helemaal, zeg maar, door de molen. Hij gaat tot op het bot. Hè? En het enige wat jij moet doen, Mien, is bij die man op de bank gaan liggen. Je helemaal blootgeven en gewoon inhaken, ja? Oh, daar zou je hem hebben, lieverd. Kom maar binnen, dokter. Ja. Dag, lieverd. Kom op, papa kus. Kom, papa kus. Ja. Loop maar. Dag, lieverd. En dan zie ik je volgende week wel weer, hè? Dag. Oh, hallo. Mevrouw is net even een blokje kaas snijden in de keuken. Ik ga even kijken of ze er alweer aankomt, ja?
Thuis na een lange nacht, even met niemand te maken, hoef even niet aardig te zijn. Geen angst in de snaren te raken, lang lui uit op de bank, speel ik met mijn gedachten. Ik neem jou dicht bij mij, dacht even dat jij naar me lachte. Als ik weer wakker word en ik mezelf weer oppik kan, keer ik me van jou af. Moe van een eenzame slapstick aan. Als ik weer wakker word en ik mezelf weer oppik kan, keer ik me van jou af. Jij bent mijn eenzame slapstick.